Hallo iedereen, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik het hele schattige pakketje met jullie unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat erin zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Normaal komt het pakketje van Infinity Jewelry, dus ik zal het account ook even hier in beeld zetten. En ik zet ook account ook zo hier in de beschrijving, of ja, van de sieraadjes die erin zitten. Zet ik allemaal hier in de beschrijving, zo de linkjes. Dus als jullie die sieraden dan ook willen zien, dan moeten jullie even in de beschrijving kijken, want daar staan de linkjes. Maar ik ga dus nu het pakketje openen en ja, hier staat mijn adres op. Dus dat kan ik niet echt aan jullie laten zien. Maar ik ga het openen, want ik ben heel benieuwd. Ik weet zelf niet wat erin zit. Dus het is een hele grote verrassing. Maar ik ga dat dus openen. Oké, het is open en ik ga dat nu openen. En ik zie al iets groenigs. Oké, zo ziet dat eruit. Zo. Oké, ik zie van alle groene dingetjes. Ik zal eerst het kaartje bekijken. Oh my god, kijk hoe leuk dat eruit ziet. Oh, zo schattig. Oké, nee, maar dit ziet er echt heel leuk uit. Dus ik ben wel blij dat de verpakking er super leuk uitziet. Ik ben echt zo nieuwsgierig wat erin zit. Maar als eerste ga ik het kaartje lezen. Oh, kijk hoe lang de tekst is. Ze kan echt heel mooi schrijven. Ja, kijk wat erop staat. Hey Noralie, eerst en vooral bedankt voor de vlotte en leuke samenwerking. Dat is heel graag gedaan. Ik hoop dat je de juweeltjes die ik heb uitgekozen leuk vindt en ze vaak zult dragen. Spoiler alert. Hier zijn de juwelen. Oké, dat ga ik misschien nog niet bekijken. Normaal gezien zijn al deze juwelen waterproof. Je moet enkel opletten met chloor, alcohol, lotion en andere cosmetica. Die haalt namelijk het zilveren laagje van de ring eraf. Ik denk dat ik al het belangrijke gezegd / geschreven heb. Veel plezier ermee. XXX Janne van Infinity Jewel. Dus dit is het briefje. Echt een heel mooi handschrift. En ik ga dus nu deze drie pakketjes open doen. Ik zal beginnen met het kleinste pakketje. En hier zit een hele leuke ring in. Oh, die is echt zo mooi. Kijk die ring. Dat is met een bloemetje erop. En die is in zilver. Ik kan die wel niet scherp stellen. Maar die is echt heel mooi. Ik ga die aandoen. Oh my god, ik vind die echt heel leuk. Maar jammer dat mijn camera niet wil scherp stellen. Dus zo ziet het eruit. Ik zal hier ook maar gewoon een foto in beeld zetten. Dan doen we het volgende pakketje. En dan neem ik dit pakketje. Oké. Dat is dit pakketje. Oké. Ik zie oorbelletjes. Zit er nog iets in? Nee. Deze heel schattige vlinderoorbelletjes. Zo schattig. Oh, daar ging bijna dit pakket op de grond. Of ja, dat viel bijna op de grond. Dus dit heel schattige paar oorbelletjes. Die zijn super mooi. En volgens mij is dat papier ook zelf gemaakt, denk ik. Ik weet het niet. Echt heel speciaal. Dus dit zijn de oorbelletjes. Die kan je zelfs ook even indoen. Maar zulke oorbelletjes haal ik dus nog niet. Dus heel leuk voor de collectie. Dan het laatste. En dat is echt een heel schattig doosje. En de naam staat erop. Zo leuk. Ik ga het even opdoen. Oh, dit ziet er echt heel leuk uit. Er zijn nog eens twee pakketjes. Of is dat één? Nee, er zijn er twee. Allereerst zie ik hier iets met bloemetjes. Een kettingje of een armbandje. Ik denk dat het een kettingje is. Oh, die is zo leuk. Oké, dus zo ziet het kettingje eruit. Er hangen zo drie bloemetjes aan. Mega schattig. Dit is een goud kettingje. En dit is het slotje dan, denk ik. Dit, hè. Eens kijken hoe dat werkt. Ah, oké, dat werkt gewoon zo.
ja, heel handig. Dus die ga ik ook trouwens eventjes aandoen. En dan het laatste is dit. Dit is een enkelbandje, denk ik. Echt een heel mini enkelbandje. Ja, niet mini enkelbandje, maar ik bedoel een enkelbandje van heel kleine kraaltjes. Die is echt heel schattig en ook heel mooi. Oh, die vind ik ook heel schattig. Maar dan is dit heel het sieradenpakket. Er komen ook nog leuke foto's op mijn Instagram, dus hou het zeker in de gaten. En ga ook zeker haar account volgen, want ze is een super lief meisje. En ze heeft echt heel mooie sieraden, zoals deze ring, die oorbelletjes en nog veel meer. Ik ben er alleszins heel blij mee en ga zeker ook wat bij haar bestellen. Dus hopelijk vonden jullie deze video heel leuk. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!